Van harte welkom bij de eerste aflevering in onze nieuwe Bijbelstudieserie Zoek eerst het Koninkrijk van God. Het is een serie waarin we eigenlijk dieper duiken in de Bijbel. Dat we in de Bijbel gaan onderzoeken van hoe mensen daar omgingen met moeilijke situaties, met crisissituaties. We hebben nu in ons land, in onze omgeving ook te maken met een heftige crisis, de coronacrisis. En ook binnen de kerk, binnen onder christenen is er heel veel discussie. Moet je wel of niet vaccineren? Wat vinden we van beperkende maatregelen, van een lockdown? Er wordt eindeloos over gediscussieerd. Maar wat leert de Bijbel ons nou eigenlijk over hoe je wel of niet moet omgaan met een crisissituatie? Daar hoop ik het in een aantal afleveringen over te hebben met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom. Dankjewel, Sarah. Dit onderwerp, omgaan met een crisissituatie, vind je dat nou leuk om over te praten of ook een beetje spannend? Ja, het is spannend. Hè? Ja. We hopelijk kijken veel naar dit programma natuurlijk. En je wil ook geen dingen zeggen die niet goed zijn of wat dan ook. Mm. Maar ik vind het fantastisch om het daarover te hebben. Omdat ik juist zo mooi vind dat je in de Bijbel ook eigenlijk de handreiking van God ziet. Mm. Die wil vertellen van hoe dingen gaan. En dat zie je dan ook in de levens van mensen concreet worden. Dus ja. Ik vind het heel mooi. Hè? Ja, we gaan het in deze aflevering hebben specifiek over Handelingen 12 en wat daar gebeurt. Mm-hmm. Maar ik vind altijd wel het opmerkelijke, want toen hadden ze ook een crisissituatie. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh-huh. Maar het is wel opmerkelijk, vind ik, dat christenen die met elkaar in discussie gaan, de een is oprecht christen, de ander is ook oprecht christen. Uh-huh. En toch, als ze dingen uit de Bijbel halen, kunnen mensen lijnrecht tegenover elkaar staan. Hoe komt dat eigenlijk? Ik denk dat komt omdat we, zeker als christen, zoek je toch heel snel van wat is eigenlijk de waarheid in deze. Je wil, als het goed is, wil je heel ver van leugen vandaan blijven. Je weet dat de duivel is de vader van de leugen. Daar wil je niks mee te maken hebben. Ja. En dus als christen is het wel vaak zo, is mijn ervaring, dat je de dingen die je bespreekt, dat er bijna meteen een lading bij komt. Ja, maar wat is de wil van God? En ga je niet in tegen de wil van God? Ja. Wat ik daar dan van zie, ook in de Bijbel natuurlijk, zie je dat ook. Hoe onderscheid ik nou hoofdzaken van bijzaken en bijzaken van hoofdzaken. Dat is niet altijd zo makkelijk. Ja, dat gaan we in deze afleveringen toch proberen te schetsen. Absoluut. Voor zover dat kan. Maar in ieder geval Handelingen 12. Daar is ook een bepaalde crisis aan de gang. Kun je een beetje de context daarvan schetsen? Ik heb hier een hele mooie Bijbel vast. En als ik het alleen al lees wat er staat in hoofdstuk 12, staat er het volgende. Omstreeks die tijd, dat heeft te maken met een bepaalde situatie van een hongersnood die voorspeld was en zo, sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Nou, als je weet dat we nu ongeveer een jaar of 10 zitten na Pinksteren, dus het is niet meteen kort na Pinksteren of zo, dan zie je ook dat met Pinksteren dat de gemeente en de christenen in een aanzien staan bij het volk. We zijn ondertussen een stuk later en het blijkt dat de situatie, de politieke situatie, is veranderd. Er is een koning Herodes, die was er al, maar er is weer een Herodes en ze deugden eigenlijk geen van allen. Dus dat is een beetje hetzelfde gebleven, maar de situatie waarin de gemeente kan functioneren is heel anders geworden. En dat betekent dat de leider vermoord wordt. Jacobus in dit geval. Jacobus. Ja. Wat voor impact had dat op de gemeente toen? Dat zie je nog niet meteen, maar je ziet dat kennelijk de impact op de bevolking, die was er een, dat ze dat prima vonden, want er staat, toen hij dus Herodes zag dat de Joden dit wel gevallen was, ging hij verder door Petrus te grijpen, het waren de dagen van de ongezuurde broden, en toen hij ook die, dus Petrus, gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachters, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha, belangrijk voor het Joodse volk, belangrijk voor ons ook als christenen, wilde voorleiden aan het volk. Ja. Dus je ziet dat dit van kwaad naar erger gaat. Alhoewel, wat kan het nog erger zijn dat inderdaad de leider Jacobus gedood wordt, de broer van Johannes. Ja, maar het escaleerde wel. Eerst de ene leider en daarna de andere leider. En je ziet dus dat en dat vind ik een wezenlijk iets, dat de situatie zeg maar in het land op dat moment, dat die zo is, dat die zeer ongunstig wordt specifiek voor christenen. Hmm. Het is niet zo dat de hele bevolking, je gaf een hele goede introductie denk ik over wat wij nu meemaken, daar hebben we allemaal mee te maken. Dit gaat nu hier in Handelingen specifiek over wat christenen meemaken aan vervolging. Ja,
Ja, en dat is inderdaad heftig. Wat is de reactie van de gemeenteleden, van de christenen op dat moment? Ja. Op het moment dat hun leiders eigenlijk aangepakt worden? Het is de samenvatting, het is mooi om dat te lezen, zie je dan ook in vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Hè? Dat vloeit logisch voort uit het vorige. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Mm-hmm. En dat is een beetje apart, hè? Omdat je ook zei, je eerste vraag van ja, maar wat is het dan, wat deed dat voor de christenen? Dat zie je niet meteen. Je ziet wel dat in die vervolgstap dat de gemeente in actie komt. Mm-hmm. En die zijn voortdurend voor Petrus aan het bidden. Voortdurend, echt dag en nacht? Hoe moet je dat voorstellen? Ja. Dat is ook een hele goede vraag, want natuurlijk gebed is heel interessant. Er wordt gesproken in de Bijbel dat je niet moet bidden met omhaal van woorden. Dus allerlei dingen erbij halen die niet nuttig zijn, maar wel om steeds te bidden, voortdurend te bidden. Eigenlijk een leven te hebben in relatie, in contact met God. Ja. En dat zie je hier ook, maar dit is kennelijk gestructureerd. Want ze doen dat, die gemeente heeft dat kennelijk georganiseerd en ik denk ook dat daar... Dat je niet heel veel moest zwaar motiveren om hen erbij te betrekken. Hmm. Want het was ernstig genoeg. Ja. Want als ze de leiders pakken, wat kan er dan met de gemeente zelf gaan? Ja, wat blijft er dan over van een gemeente? Precies, ja. Wat baden ze toen? Dat is een goede vraag, omdat dat er niet meteen bij staat. Er staat in afval dat het voor hem is. Dus het is echt voor Petrus. Het zijn voorbeden voor Petrus. En dat er staat, het gaat tot God. He, zij, het is niet alleen maar dat ze het bespreken met elkaar, zullen ze ook gedaan hebben van wat gaan wij eigenlijk doen en wat moeten we nou en wat heeft dat nou voor gevolgen en kijk eens, wat verandert er allemaal? Nee, ze gaan tot God bidden. Hmm. En dat lijkt heel vanzelfsprekend, tot wie zou je namelijk anders bidden? Ja. Maar het is wel een opmerkelijk iets dat bidden heeft in dit geval te maken met dat er iemand is waar je heel erg mee bewogen bent, in dat geval één persoon, die Petrus, en dat je zegt, we gaan dat bij God brengen. Ja. En het thema, dat zei je ook al, is zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Ja. Je zou ook denken, als christenen, we hebben allemaal handen en voeten gekregen. Mm-hmm. We willen ook iets doen. We willen gaan, bij wijze van spreken, voor de gevangenis waar Petrus gevangen staat, willen we gaan demonstreren om hem vrij te laten. Ja, precies. En je zou zeggen, nou jongens, we gaan nu de spandoeken klaarmaken. Mm-hmm. Ja, we nemen een paar stevige mannen en vrouwen mee en we gaan daar staan. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, want er zijn natuurlijk momenten dat er wel degelijk ook een reactie komt. Maar het is een beetje in onze tijd. Wij die gewend zijn aan een parlementaire democratie, kunnen dat makkelijk zeggen. In die tijd had je natuurlijk een totale dictatuur. De Romeinen waren de baas. En je keek wel uit om dit soort dingen te doen. Ja. Dat kon echt letterlijk levensgevaarlijk worden. Ja, maar laten we het eens naar anno 2022 vertalen. Hè? Ja. Als er iets gebeurt, we zitten ook in de crisissituatie nu, de coronacrisis die duurt al 2 jaar. Mm-hmm. Wat kun je dan doen als christen? Moeten wij ook wat meer gaan bidden? Als kerk, als gemeente? Het antwoord erop is altijd ja. Mm-hmm. dat antwoord is altijd ja. Tegelijkertijd is, kijk, bidden in de Bijbel, je komt een aantal vormen tegen. Bijvoorbeeld, bidden betekent ook gewoon simpelweg vragen. Dat vind ik wel mooi. In de oude Statenvertaling kom je tegen dat bij een man die is helemaal vanuit Moorenland, waarschijnlijk Ethiopië, naar Jeruzalem gekomen, mm-hmm. heeft daar de Jesaja-rol gekregen, rijdt terug in zijn wagen en dan is hij daar aan het lezen en dan komt hij bij hoofdstuk 53 kennelijk en dan is daar ineens Filippus die daar ineens zich bij hem voegt en dan roept hij naar die man, en dat was toch de tweede belangrijkste man van zijn land, snap je ook wat je leest? Mm-hmm. Dan zegt die man, hoe zou dat kunnen als niemand het mij uitlegt? En dan zegt die man op een gegeven moment, als Filippus dus in die wagen is ingestapt, dan zegt hij letterlijk, ik bid u, zeg de profeet, het gaat over een lam wat ter slachting wordt geleid, zegt die profeet dat van zichzelf mm-hmm. of van een ander? En je ziet dat het voor die man dus een enorm dringende vraag is. Dus bidden heeft ook te maken met het ervaren van een nood. Ja. En in zijn geval was het, ik lees er iets en ik snap het niet. En vertel mij nou, dat doet iets meer met hem dan zomaar een zakelijke mededeling. Mm. Maar bidden is dus ook vragen, simpelweg vragen aan God. Kunnen we vragen aan God als het gaat om de situatie nu? Ik denk eigenlijk alles. Dat je kunt vragen, bid ik zelf ook voor, dat die corona, dat het zal stoppen. Dat virus overwonnen wordt. Dat onze maatschappij
Dat er een stuk herstel kan zijn. Dat er vrijheid zal zijn. Dat, je hoort van kinderen die echt, zo zeg maar, lijden onder het feit dat ze niet naar school kunnen gaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, oké, nu zijn weer wat scholen open, maar ondertussen. Ik denk dat eigenlijk alles waar jij van, wat jij ervaart als iets wat jou bezighoudt, dat je dat bij God mag brengen. Ja. En wat mij persoonlijk, Sarah, daar het meeste bij helpt, dat is een simpele vergelijking. Dat van mijn drie zonen, alle drie getrouwd en inmiddels vier kleinkinderen die we hebben mogen ontvangen door onze kinderen heen. Mm-hmm. Er is niets, kan ik oprecht zeggen, waarvan ik zou zeggen als ze mij zouden bellen of langskomen, van het interesseert me niet. Ik ben, en ik hoop dat al ouders en grootouders dat herkennen, je wil eigenlijk alles van je kind weten. Wat zij belangrijk vinden, dat vind jij belangrijk. Mm. En dat merk je zelf. Maakt me niet uit waar ze contact over willen hebben of waar ze zeggen, pa, wat vind jij daar nou van, weet je? Dus er is, als jij het belangrijk vindt, dan vindt God het ook belangrijk. Mm. En dat vind ik mooi om dat te mogen weten van de God die deze wereld schiep, die deze aarde en hemel gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet laat varen het werk van zijn handen, dat hij zo groot is en alles weet van zwarte gaten en sterrenconstellaties die wij nog niet eens kennen, dat hij dat gewoon in zijn hand houdt en dat hij weet wat wij nodig hebben en geïnteresseerd is om dat met ons te delen. En er zit nog iets anders bij. Het is natuurlijk ook over bidden. En maar God weet het al lang wat je nodig hebt. Ja. Stel je voor, we spreken af, nou, we gaan bidden hier en daar. Dat weet God. Maar dat laat nu precies zien wat de essentie van bidden is. Spreken met God is een relatie met hem hebben. Hmm. Want wat hem bezighoudt, houdt als het goed is ons bezig. En wat ons bezighoudt, houdt hem bezig. Ja, maar als ik het goed begrijp, heb je het nu ook vooral zeg maar over je persoonlijke gebed, zeg maar. Ja. De relatie tussen jou persoonlijk en de Heere God. Mm-hmm. Maar als gemeente met elkaar bidden, want dat is wat hier in Handelingen 12 gebeurt. Ja. Misschien is het ook wel wat ingewikkelder, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Stel dat wij bij elkaar in een kerk zitten en we hebben allebei een hele andere mening over de coronacrisis, over de maatregelen, over noem maar op. Ja. Hoe kunnen wij dan samen bidden tot God? Want we hebben waarschijnlijk andere noden. Ja. Door je de vraag te stellen, dat is ook zo'n kreet, hè, van verscheidenheid in bijzaken en eenheid in hoofdzaken. Eenheid in hoofdzaken, verscheidenheid in bijzaken. Ik zei al eerder van, ja, maar wat de een een hoofdzaak vindt, kan de ander een bijzaak vinden. Dat betekent dat je ook nadenkt voordat je gaat bidden. Als wij bijvoorbeeld bidden en we sluiten ons gebed af in de naam van de Heer Jezus Christus. We vragen u dat in uw naam. Wat zeg je dan werkelijk? Dan zeg je dus dat als de Heer Jezus, die in ons midden is, maar ik kan dit zeggen, hij zou hetzelfde zeggen als wat ik nu zeg. Hmm. Wacht even. Maar als ik me dat realiseer, dan moet ik nadenken over wat ik zeg. Dan moet ik nadenken over wat ik bid. En voor mij is, in de Bijbel wordt gesproken over bidden in de geest. En voor mij is het zo dat, je weet, als onze luisteraars, kijkers aanspreken als gelovigen, dat Gods geest voor ons bidt, zegt de Bijbel, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Mm-hmm. En bidden in de geest is voor mij in feite je laten vullen door Gods geest, je afvragen, wat wil de Heere God in deze situatie? Mm-hmm. Als ik die vertraging als het ware inbouw, dan zal het me ook ervoor behoeden om te zeggen van ja, dat ik eigenlijk dingen vraag die eigenlijk niet nuttig zijn. Of er is een spanning tussen wat ik net zei, God wil alles van jou weten. Mm. Maar als je in een gemeenschappelijk kader bent, dan heb je het nu over de gemeente, is het belangrijk, wat dient de eenheid? Wat mogen we met elkaar bespreken? En moet je daar eerst zien uit te komen met elkaar en die eenheid vinden en dan pas kan je bidden? Ik ben zo ja, hoe zal ik het zeggen? Ik wil bijna zeggen onnozel. Maar ik geloof dat op het moment dat je werkelijk de tijd hebt om met elkaar te bidden, dat je daar de tijd van neemt. Van, laten we een moment stil worden met elkaar. Mm. Ik vind het mooi, in veel gemeenten heb je stil gebed. Laten we stil worden. Dingen aan God opdragen. Wat hebben wij de tijd om ons open te stellen voor wat Gods geest in ons wil leggen? Dus voor mij is bidden in zekere zin iets, als ik het schematisch, is het niet zozeer wat uit mijn hart komt, maar wat in mijn hart gekomen is, door mij heen gaat en ik terug naar God mag geven. Ja. Ik vind het zo belangrijk, Sarah, dat je op een bepaald moment, ook als je met iemand bidt, dat ik ook van, wat heb jij nodig eigenlijk? Wat zou jij graag willen? Dat je met mensen, waar willen we voor bidden?
En dan kun je zeggen, ja, we gaan nu een gebed dat iedereen ervan overtuigd mag worden dat je vaccineren wel of niet moet doen. Ik denk niet, dan geloof ik dat altijd nog een bijzaak is. Ja, dat is een bijzaak, zeg je. Maar waar gaat het dan uiteindelijk wel over? We zitten in die coronacrisis. Waar moeten we dan wel voor bidden, volgens jou? Ik geloof ten diepste dat in alles God verheerlijkt wordt. En dat daaruit ons land gezegend wordt. Mm-hmm. En of mensen hem nu kennen of niet kennen, moet ik ook denken aan... Oké, ik pak er het een en ander bij, besef ik, maar nee, die blind geborene, die ook een ontmoeting met de Heer Jezus, de discipelen, mm-hmm. en dan vragen ze, wie heeft gezondigd eigenlijk? Hij of zijn ouders, dat die blind geboren is. Wat zit daarachter? Die man is blind geboren. Maar zij zoeken oorzaak en gevolg. En zegt mm-hmm. de Heer Jezus, het gaat erom dat Gods werk in hem verheerlijkt wordt. Mm. En ik denk, ja, maar waar komt het nou vandaan? Het is de bedoeling dat in alles God verheerlijkt wordt. En als je dat als passie hebt als gemeente, en dat wil je, en dat zie je ook voortdurend, namelijk in andere gebeden, in handelingen, dat ze zeggen, Heer, het gaat niet zozeer om ons, het gaat over u. Terug naar wat jij nu zegt, we bidden toch voor ons, we doen goed aan allen, zegt de Bijbel, in zonderheid aan de geloofsgenoten. Mm-hmm. Die hebben een streepje voor je, maar wij doen goed aan allen. Nou, leg eens even uit, die hebben een streepje voor. Nou, ik denk, vind het mooi, de missie die we hebben als christenen voor Israël. We willen gewoon voor het hele Joodse volk willen wij tot zegen zijn. Mm-hmm. Maar het is inderdaad, ze doen goed aan allen, in zonderheid aan de geloofsgenoten, mm-hmm. zegt Paulus. Dus heb iets extra's voor, ook met het land waarin wij leven, met kerken en gemeenten. Maar ook met je buren die misschien nooit naar een kerk gaan, maar waarvan je merkt dat ze eronder lijden. Ja. Ik vind het zo mooi om een houding te hebben waarin je gunnend bent naar mensen. Je gunt een buurt het beste. Mm-hmm. En ook als je zit met een bovenbuurman, die van je denkt, kan die basbox nou eens ietsje zachter? Weet je wel? Ga ervoor bidden. Bid mm-hmm. voor. Heb compassie. Uit compassie eigenlijk bidden. Ja. Hey, en als je gebed dan niet verhoord wordt, mm-hmm. wat dan? Heeft God het dan niet gehoord? Of heb je verkeerd gebeden? Omdat de Heer Jezus aangeeft de noodzaken om altijd te bidden en dat volhardend te doen, heel bekend voorbeeld is van die onrechtvaardige rechter en die weduwe, dan zegt de Heer Jezus dat die weduwe, die vraagt aan de rechter, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En die rechter die heeft daar dus geen zin in. Maar ze blijft doorgaan. En dan zegt die rechter op een gegeven moment, ik zal haar maar haar zin geven, want straks komt ze me nog in mijn gezicht slaan. Hè? Mm-hmm. En in je gezicht slaan, dat was met de rug, hè, was, pieuw, dat was de meest soort backhand. Vernederende De meest houding, vernederende. Ja. Pieuw, weet je, dat je iemand letterlijk, als je iemand nog zomaar, hè, en daar heeft hij het over. En dan zegt de Heer Jezus, hoor je wat hij zegt? Zal God zijn uitverkorene niet verhoren die dag en nacht tot hem roepen, mm-hmm. heb je die dag en nacht, en zal hij hen laten wachten. Maar dan zegt hij, zal de zoon des mensen, dus als hij terugkomt, nog het geloof vinden op aarde. En er zijn allerlei prachtige theorieën over, ja zie je, er is afval en kijk eens onreinheid, zelfs in de kerk, ja, dat houdt mij ook bezig. Maar daar gaat het daar niet over in Lucas. Het gaat erover dat die weduwe nul op het rekest krijgt, mm-hmm. en gewoon doorgaat. Ja. Doorgaat. En dus is geloof heeft te maken met volhardend zijn. Ja, maar stel, het gebeurt toch wel eens dat je gebed niet verhoord wordt. Dat je heel graag wilde dat iemand zou genezen of mm-hmm. dat iets voorbij zou gaan, maar het gebeurt niet. Ja, en het aparte is, Sarah, dat ik heb... Als je echt van iets een gebedszaak maakt, hè? Mm-hmm. of wat ik in gemeente als echt als een gebedszaak meemaak, of wat er gebeurt, ik heb nog nooit meegemaakt dat er niet iets gebeurt. Mm-hmm. Het kan zijn, hè, dat God iemand inderdaad thuis haalt, als het gaat bijvoorbeeld over ziekte. Ja. Het kan zijn dat genezing niet plaatsvindt, maar dat God een bepaalde situatie vrede geeft. Mm-hmm. En er gebeurt dus altijd iets, maar er zijn inderdaad dingen die naar ons inzicht niet gebeuren. Dus ik, Heer, oké, uw wegen zijn hoger dan de mijne. En ik ben juist misschien ook als vader. Ik ben een vader die fouten maakt, et cetera, dat weet ik. Maar ik heb een vader die dat niet of nooit doet. En zijn wegen zijn goed. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Dus als ik een probleem heb, ligt het niet aan God, ligt het aan mij. Ja.
We gaan even terug naar Handelingen 12. Die gemeente die was bij elkaar, die baden ook met elkaar. Ja. Waren zij eigenlijk ook bang? Want ik kan me voorstellen, als al twee leiders, eentje is vermoord, de ander is gevangen gezet. Die waren behoorlijk onrustig. Nou, ik denk, dat is een goede vraag, volgens mij wel. Omdat het blijkt namelijk dat, dat zij de deur stevig gesloten houden. Mm. Het huis waar ze komen, waar Petrus uiteindelijk ook naartoe zal gaan. Dus ja, ik denk dat zij bang zijn. Ja. Ik denk, ja, een leider vermoord, de tweede in de gevangenis. Ja. Het is notabene Pesach, ook dat nog. En dan precies nu, dat is lekkere timing. Mm. Dreigt het helemaal mis te lopen. Ja. Is angst in principe iets wat wij als christenen mogen hebben? Misschien een gekke vraag hoor, maar mogen wij angstig zijn of moeten we juist op God vertrouwen? Hij heeft alles in de hand. Ja, er zijn momenten in mijn leven dat ik bang kan zijn. Hmm. En dat ik, voor mij is het niet het punt van, hè, dat is net als met boos zijn. Je mag niet boos zijn, nee. Je moet niet de zon laten ondergaan over je toorn. Dat er angst is, ja, we zijn mensen. Hè. Ja. Dat kan. Alleen laat het niet zo zijn dat het je gaat overheersen. Ga het ook weer relativeren, zeg Heer. De Heer zegt, ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Mm. Dus zo'n prachtig liedje, je hoeft niet bang te zijn. Mm. Maar we zijn wel mensen, Sarah. Ja. En dat kan me ook ongerust maken. En ik weet, zorgen maken is niet uit de Heer. Nee, hij zegt, maak je niet bezorgd. Zoek eerst het koninkrijk. Want de tekst ook, de leader van deze serie, is dat ook. Zoek eerst het koninkrijk. Maar het heeft te maken, in de context waar het genoemd wordt in Matthäus, heeft te maken met je bezorgd maken. Ja. Dus dat gebeurt. Dat gebeurt. We zijn dat mensen. Dat gebeurt wel, ja. Hoe kan je daar nou mee omgaan als angst je leven beheerst? Bijvoorbeeld angst voor corona of angst voor maatregelen. Hoe kan je nou als christen, welk houvast kun je vinden om daar, ja, om dat een plekje te geven? Door alles met gebed en smeking. En dat is interessant, gebed en smeking. Er is inderdaad, het woordje Jesus in het Grieks betekent letterlijk smeken. Dat hoor je als mensen smeken, nee, die bedreigd worden, nee, ik wil niet dood, nee, stop, hè. Dat je echt smeekt. Mm-hmm. Laat alles onder gebed en smeking, dan zit het echt van diep, binnen. Ja. Met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede staat er dan, die alle verstand te boven gaat, zal je gedachten en je zinnen behoeden in Jezus. Dus er is een moment van smeking en er staat erbij met dankzegging. Met dankzegging. Dus het zijn twee dingen, die gebed en smeking, maar met dankzegging. En dan plaats je in een andere categorie. Dan kom je als het ware in een goddelijk kader. Dan kom je in het kader van dat koninkrijk wat we eerst willen zoeken. Dat je beseft, wacht even, er is een almachtige God. Oké, het overweldigt mij, maar ik ga God danken. Ja, dus niet alleen maar het vragen en het smeken, maar precies. Ook iets teruggeven aan God misschien zelfs. En dus die dankzegging, is het woordje in het Grieks, het woordje eucharisteo. Dat wordt in het Grieks, moderne Grieks, als je zegt dankje, dan zeg je evcharisto. Dankjewel, evcharisto. Dat betekent letterlijk dankzeggen. Bedankt, ik dank u. Maar concreet in het huidige Grieks, dan heb je bijvoorbeeld iets gekregen. Mm-hmm. Hier wordt dankzegging genoemd dat je nog aan het bidden bent. Heer, wij danken u. Ik dank u dat het gaat gebeuren. U gaat iets doen. En dan staat er dus, dan komt er een vrede die alle verstand te boven gaat. Mm-hmm. Zou dat die gemeenten in Handelingen 12 ook overkomen zijn? Dat die ook gebeden hebben en gesmeekt hebben en gedankt hebben? Als je het leest, dat vat ik even samen, dan zie je dat dat Petrus, dat hij dus echt zeer zorgvuldig bewaakt wordt. Mm-hmm. Herodes heeft er notabene in totaal 16 man op losgelaten die dus elkaar afwisselen. Ja. Hij ligt geketend tussen twee gevangenen. Ja. Hij kan eigenlijk geen kant meer op, de deuren zijn gesloten. En dan ineens gebeurt het dat er een engel van de Heer bij hem staat en dan die moet aan Petrus in zijn zij porren, terwijl hij de volgende dag notabene voor het gerecht zal komen. En hij wist wat er met Jacobus gebeurd was. Ja. Hij ligt gewoon te slapen. Dat vind ik, ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Maar die wordt dan wakker en dan de ketenen vielen van zijn handen af. Ja. Hij zegt, doe uw gordel om, bind je sandalen aan. Die engel is heel praktisch. Mm-hmm. Hij deed het en sla uw bovenkleed om. Dus trek even je jas aan, zouden wij zeggen. Ja. Je mocht de kou vatten. Het is een engel van God die zich zo bezighoudt met deze dagdagelijkse dingen. Ja, ja, ja. Fantastisch. En hij ging naar buiten, volgde hem en hij wist niet dat het werkelijkheid was dat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. Dus Petrus is ook niet van, ik had het wel verwacht. Nee, hij denkt een visioen te zien.
eerste wacht, tweede wacht. Dan komen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt en die ging vanzelf voor hen open. Mm-hmm. Ik dacht, Sarah, dat van die sliding doors, hè, wat je bij winkels tegenkomt. Dat hebben we nog niet zo lang, niet in de tijd van de Bijbel. Het is al 2000 jaar oud, hè? Ja. Zo blijkt. En dan staat er, dan lopen ze naar buiten. Ja. En dan is die engel is dan ineens weg. En dan Petrus tot zichzelf gekomen was en zegt hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Hm. Hij is zich bewust dat het niet alleen Herodes, maar het complete volk heeft zich tegen hem gekeerd. Ja. En dan toen dit tot hem doorgedrongen was, dat vind ik ook zoiets mooi. Dingen moeten hij tot besefte je het, ja. doordringen. Inderdaad, hij besefte het. Ging naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus wordt genoemd, waar velen bijeen waren en baden. Dus hij wist ook, als ik nou ergens naartoe moet, dan weet ik, dat is het huis waar gebeden wordt. Mm-hmm. Ik hoop dat we ook in onze kerk en gemeente zo'n huis hebben. Ja. Ja, maar dat is ons kerkgebouw, nou fantastisch. Maar is er ook een huis waarvan je weet, daar zit de gemeente, daar gaat gebeden worden. Nou, dat fantastisch wat er dan gebeurt, dan staat hij aan de deur van de poort, dan klopt hij. Een meisje ging daar naartoe om te luisteren. Hè? Dus mm-hmm. je vraag was eigenlijk van ja, maar hoe, nou, ze zaten daar kennelijk met de deur op slot. De naam was Rodé. Ze herkent de stem van Petrus, doet van blijdschap de poort niet open, rent naar binnen en bericht dat Petrus voor de poort stond. Nou, ja. Iedereen, zie je, we wisten het wel dat het zou gebeuren. Ja. Mooi niet. Ze zeiden, u bent buiten zinnen. Tegen dat meisje. Tegen dat meisje, Rodé. Hè? Ja. Fijn is dat, hè? Ja. Het woord daar is het woordje meine. Je kent manisch depressief. Uh-huh. Hè? Manisch betekent je bent echt super over de top blij. Ja, je bent helemaal, kom op, schat, even niet normaal. Maar ze hield vol. Ze, nee, het is hem echt. En ze zeiden, het is zijn engel. Ja. Pardon? Is dit bidden in geloof? Nou, Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En dan vertelt hij dat ze moeten zwijgen. En dan vertelt hij hoe de Heere hem uit de gevangenis had geleid. En dan zegt hij, vertel het aan Jacobus. Dat is een andere Jacobus, hè, natuurlijk. En de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Ja. Hey, maar als ik het goed begrijp, die gemeente die heeft echt dag en nacht gebeden voor de vrijlating van Petrus. Stond Petrus eindelijk voor de deur. Ja. En toen zeiden ze van, nou, je bent gek, Rodé. Je bent kiedewiet. Ja, echt leuk, je bent gek. In hoeverre is gebed, gaat het dan gepaard met geloof? Ik bedoel, we hebben het over bijbelse voorbeelden, maar dit is misschien een heel slecht voorbeeld voor ons, of niet? Het is een heel slecht voorbeeld. Als je zegt van, zie je moet echt een overtuiging hebben en je moet dit en dat. Maar dat is juist een zeer bemoedigend voorbeeld, omdat je ziet, dit zijn helemaal niet van die roestvrijstalen geloofshelden, die het allemaal precies weten. Integendeel, ze kunnen niet eens geloven als het echt gebeurt. Nee. En ik denk dat deze tekst nog vaker langs gaat komen. We dienen de God die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Als dat waar is, oneindig veel meer doen dan wij bidden of zelfs beseffen. Mm-hmm. Dus als ik heel concreet tegen onze mensen zeg, die nu deze uitzending mee me zeggen van, wat zou nou je stoutste droom zijn in het kader van Gods Koninkrijk? En mensen zeggen misschien een tranen zouden schieten. Nou, dat hij of zij tot bekering zou komen. Hmm. We dienen de God die bij machten is oneindig veel meer te doen dan we bidden of beseffen. Hmm. En daar, wat is een coronacrisis daartegen bestand? Nee. Nee. Niet tegen ons. Waar zijn de biddende christenen? Ja. We gaan naar een afronding toe, Kees. Ja. Tot slot, hè. Anno 2022, we hebben ook te maken met een crisis. Mm-hmm. Misschien een ander soort crisis dan toen in de tijd van Petrus. Ja. Maar toch, hè? Welk gebedspunt kun jij de mensen thuis meegeven waar ze concreet, misschien met elkaar of gewoon thuis in de woonkamer voor kunnen bidden? In kabinet Rutte 3 zat minister Vert Grapperhaus, hij zit nu meer in kabinet Rutte 4. En die heeft christenen gevraagd, willen jullie alsjeblieft bidden tegen deze coronacrisis? Mm. En het gaat er mij nu niet om of wij vinden hoe die regering daarmee omging. De Bijbel laat ons zien dat wij bidden voor de overheid en voor de hooggeplaatsten, degenen die boven ons gesteld zijn. Mm. Dus laat nu even je politieke voorkeur varen en bid voor deze mensen, een nieuwe regering, dat ze zullen staan en dat ze eigenlijk zullen doen wat God zegt.
Mm-hmm. En toen, ik heb dus de inzegening, maar de eetaflegging. Mm-hmm. En ik was blij verrast door de mensen die zeiden, zo waarlijk help aan mij God Almachtig. Mm-hmm. Het is een verantwoordelijkheid op hun schouders. Precies. En dus ook op onze schouders. En op onze schouders. Op onze schouders. Ja. Dus dat is mijn, dat we bidden. Dat we bidden alsjeblieft, dat het gebakkelei, met name in kerken hierover, mm-hmm. de een maakt zo'n keuze, de ander zo'n keuze, laat elkaar vrij. Paulus spreekt daarover op verschillende plaatsen, ook in de Romeinenbrief. Laat elkaar daarin vrij. Mm-hmm. He, maar ga dat het evangelie van Jezus bekend zal worden. Er wordt gesproken, Sarah, over eenzaamheid. Nog één ding, ja. Als er één plek is waar mensen, waar de eenzaamheid stopt, is het aan de voeten van de Heer Jezus, maar is het ook in de gemeente van de Heer Jezus. Ja. Dus laten we bidden dat wij heel veel sterker door deze crisis heen komen. Mooi, dankjewel dominee Kees van Velzen. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze eerste aflevering in onze Bijbelstudieserie Zoek eerst het Koninkrijk van God. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.